Op 27 maart is het Edis Dik tegenhouden. Honderden mensen kwamen hiervoor naar het gemeentehuis. Het is aan de ene kant leuk om te kijken wat je kan zonder dat je daarvoor gaat zitten. Ik vind het zo'n soort examen waar je niks voor hoeft te doen. Nou, ik heb nog wel even op de moeilijke woorden gestudeerd in de afgelopen dagen. Ik heb met name me gericht op het werven van gelden. En ik heb vanochtend nog eventjes de regels doorgekeken, maar die haal ik nu allemaal door elkaar, denk ik. Ik heb wel een keer op school een soort van spellingtoets gehaald en daar had ik best wel hoog voor gehaald, dus ik heb wel een goed gevoel dat... Ook de heidenkoningin en de heidenprinses waren van de partij. Wij gaan meeschrijven aan het dicté, met z'n tweetjes, ja drieën eigenlijk. Dus we hopen dat het een beetje leuk vanaf gaan brengen. Lastige woorden wel een beetje nagekeken? Nee, we zien het wel. We gaan van onze intuïtie af. Gewoon, het moet goed komen. Het dicté is geschreven door de stadsdichter. Ik vond het een eer om ervoor gevraagd te worden. Leuk om te doen, moeilijk om te doen. Dat viel me dan wel op en tegen in zekere zin. Maar erg leuk om te doen. Fijn dat je er bent en voor het goede doel. Het is voor de voedselbank. Heel succes. Hoe gaan we het doen? Arjen die gaat het zo meteen voorlezen. Wat zijn de spelregels? Spelfouten moet je niet maken, maar ja, dat gebeurt. Meerdere fouten in één woord gelden als één fout. Wij leven in een tijd waarin wij tweetend en met Facebook ons geëtaleerde gedachtegoed verspreiden via smartphone-applicaties, onderwijl in UX of anderszins modieus flanerend in het dorp. Het altruïsme van velen is essentieel om dit tijd te keren, zodat eenieder kan genieten van een wijd, modern en welvarend Eden. Vermakkelijk of niet? Vindt u zichzelf nou de nieuwe Philip Freriks? Nee, dat zeker niet. Nee. Ik hoop ook dat Philip Freriks het nog lang doet bij het landelijk dicté. Het gaat vlotjes. Waar let u nou vooral op? Ja, op de woorden of de woorden goed geschreven zijn natuurlijk. Nou, er was één hele leuke fout. Iemand die Garnizoenstad met CH schreef. Nou, valkuilen? Jazeker wel. Met streepjes ertussen. Tussen welke woorden zet je streepjes en tussen welke niet. En lange ei of korte ei. Dus daar heb ik wel een paar twijfelgevallen in. Dat croustillante steenovenpizza, wat zij al zei, dat nooit van gehoord. En dan inderdaad, is het nou met IJ of EI. Als je dan over na gaat zitten denken, dan ga je toch twijfelen. De winnares van deze avond had slechts 7 fout en was vooral verrast. Meneer Van der Hoeven, u bent voorzitter van het Groot Edis Dicté. Hoe heeft u deze editie ervaren? Heel geslaagd. Liep allemaal heel gesmeerd. Dus geen wanklanken, mooie opbrengst. Leuke deelnemers, moeilijke tekst, leuk gebracht. Nou, eigenlijk prima.